Kinderen voor Kinderenkoor bestaat uit 24 kinderen. En deze jongens en meiden zingen elke week hun stembanden rauw en dansen de sokken uit hun schoenen. Wie deze kids zijn, vertellen ze zelf met hun eigen gemaakte filmpjes. Kinderen voor kinderen en mijn hobby's zijn zeilen, rugby, tennis, skiën, snowboarden, echt van alles. Ik wil je graag vandaag mijn boomhut laten zien. Hier is mijn boomhut. Daar chill ik altijd met mijn vrienden. Kijk, dit is mijn tuin. Hier voetballen we altijd en dat soort dingen, je vat hem wel. En dan gaan we op rugbyën. Hallo, daar ben ik weer. Ik ga nu een lied zingen met mijn moeder, omdat mijn moeder vroeger ook bij Kinderen voor Kinderen heeft gezeten. Het liedje is van Tarzan, Ik heb jou in mijn hart. Ik heb jou in mijn hart, dat is voortaan een feit. Ik heb jou hier in mijn hart, altijd. Hallo allemaal, ik ben Claire. Ik ben 8 jaar en mijn hobby's zijn drummen, ritmisch gym, zingen, dansen, toneel, zwemmen en tennis. Ik wou heel graag met Kinderen voor Kinderen meedoen, omdat ik heel graag zing en ik wil heel graag beroemd worden met zingen. En mijn moeder vertelde me toen ik een baby was, dat ik toen altijd zong. Ik huilde nooit, maar in mijn bed zong ik altijd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit is mijn drumstel. Het is een elektrisch drumstel en ik laat jullie dit zien omdat ik hier heel veel muziek op maak. Ik ga nu naar drumles. We gaan naar binnen. Dit was mijn clipje. Doei! Peace boys and girls. Ik ben Loris Huytemaker van het Kinderen voor Kinderen Zangkoor. Ik ben nieuw in het koor en ik ben 10 jaar. Vandaag wil ik jullie graag mijn eigen tafeltje laten zien. Dit zijn mijn beste vriendinnen. Hoi. Hoi. Meedoen aan het Kinderen voor Kinderen Zangkoor is altijd al mijn grootste droom geweest. Alleen toen ik eindelijk groot genoeg was om auditie te doen, woonden we jammer genoeg in Suriname. Vorig jaar werd ik via de dansacademie gevraagd om mee te dansen met het koor. Toen ik hoorde dat ik uit zoveel kinderen was gekozen en mee mocht doen, was ik zo blij. Ik heb heel hard gegild en ik ben zo hoog gesprongen. Wow, het was super. Mijn droom is dus toch uitgekomen. Ik doe gewoon mee en het is helemaal te gek. De groep is heel gezellig. Ik vind het helemaal niet erg om elke zondag te moeten oefenen. Er is gewoon niets leukers dan met een leuk koor, en dat zijn wij, elke week te mogen doen wat je het leukst vindt, namelijk zingen en dansen. Bij mij kan de komende tijd gewoon niet meer stuk. En ik hoop dat jullie dit jaar ook naar de show gaan kijken, want het wordt helemaal wauwie wauwie pauwie. Echt doen, hè? Doeg! Ik ben reporter Noah en ik ben reporter Luca. Wij staan vandaag langs de rode loper. Hallo. Mogen we misschien wat vragen voor het nieuwe Kind of Kinderen programma Klink Klaar? Ja, dat mag. Waar denk je aan bij Kind of Kinderen? Waar denk je aan? Ja, meteen aan op een onbewoond eiland en hele leuke liedjes. Heeft u ook een favoriet liedje? Een favoriet liedje? Wat is mijn favoriete liedje? Waarom gaan we dit jaar niet gewoon weer op vakantie? Maar ja, als je denkt van welke tekst ken ik nog, dan is het inderdaad... Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met doos overstroomd. Ah, zijn allemaal leuk. Wat denk je aan bij Kinderen voor Kinderen? Nou, ik heb toevallig reeds nog een liedje geschreven. Dat heet De Moederdag. En ik luisterde vroeger heel vaak naar Kinderen voor Kinderen. Dus het is des te leuker dat ik en een liedje heb mogen schrijven en dat ik vroeger daarna heel vaak naar luisterde. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Kan je dat eens zingen voor ons? Dan moet ik even heel goed even gaan graven nu, hoor. Dat is wel heel lang geleden. Oh, wat erg. Nee. Jullie wel of niet? Als er straks lang biljetten groeien op mijn rug, ben jij de eerste die het hoort?
maar eens terug. Heel leuk, die ome Willem, die soort van rap. Maar laten we dit nummer eens uitproberen met een echte rapper. Yeah. Hoi, wie zijn jullie? Wij zijn Please. Een funkadelic hip-hop band. Funkadelic hip-hop? Funkadelic hip-hop is hip-hop met soul en jazz en funk en blues. Welk nummer hebben jullie geremixed? Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Waarom? Dit is toch wel een nummer met een beetje een hip-hop beat met veel drums. Afgewisseld van zang van meisjes naar een oudere man. En we dachten ook wel dat we iets heel leuks met de tekst konden doen, doordat we Sinterklaas het vriendje van een meisje kon laten lijken. En dat meisje die wou dat alles voor haar werd betaald door haar vriendje. Hoe gaat het originele nummer dan? In het originele nummer zijn het kinderen die een lijstje hebben gegeven aan hun vader. En die willen allemaal dure dingen, maar ja, die kunnen ze helemaal niet krijgen. Ik herinner me een huiswerkautomaat, de mooiste. Hoe begin je met zo'n nummer ombouwen? Ja, we hebben er een paar solootjes aan toegevoegd en een beetje de akkoorden veranderd. Een break erin. Breaks erin gezet. Een rap erin. Cool. Beetje reggae-achtig iets. Zo was het eerst. En nu is het... Dat klinkt wel lekker. Nou, klaar met dat gepingel. Laat de remix maar horen. Ik wil uit eten en ik wil naar de bioscoop. Maar ik heb me toch een vriendje die ik nooit had voor me koopt. Ik heb een scooter om mee te shinen over straat. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vriendje altijd kwaad. En hij wordt rood en hij wordt mooier. Hij spat bijna uit elkaar. Ik heb geen geld om in de tuin, we zitten klaas niet. Ik heb het leeg aan die fortuin, als is dat kan, wil je de groei overleggen. Ben jij de eerste die het hoort, dan lach maar eens terug, we zitten klaas niet. Sinterklaas, ik ben nog zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas, als is dat kan, wil je de groei overleggen. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug. Wil je het hele nummer horen? Ga dan naar kinderenvoorkinderen.nl. Super, niet meer normaal. De onderwerpen voor de Kinderen voor Kinderen liedjes worden bedacht door ervaren liedjeschrijvers. Maar niet allemaal, want via onze website mochten jullie zelf ideeën posten voor de bonustrack van de nieuwe Kinderen voor Kinderen CD. En dat deden jullie massaal. Hoi, ik ben Lieke en dit is Jet. Ik wil een liedje over blinde geleidehonden, omdat ik het zo knap vind wat ze doen. Eerst in een gezin en daarna naar de blinde geleidehondenschool. Daarna een blinde. We hebben er zelf twee gehad, Joyka en Yara. Toen ze bij ons kwamen, waren ze heel klein. Toen ze een jaar waren, gingen ze naar de blinde geleidehondenschool. Ik was heel verdrietig, maar ook wel blij. Want Yara is nu bij een blinde en Joyka is het op school aan het leren. En kleine Jet hier gaat ook naar school als ze een jaar is. Wil je ook een liedje over blinde geleide honden? Dan moet je op mij en Jet stemmen. Hoi, ik ben Esra en ik ben 7 jaar. Ik heb een liedje gemaakt over ijsjes, omdat ik vind dat zo'n cd wel vrolijke en leuke liedjes nodig heeft. Ik word blij van ijsjes. Ik eet ze in de zomer, dat begrijp je natuurlijk wel. Het liefst eet ik chocoladeijsjes. Ik heb alvast bedacht wat het refrein van het liedje zou kunnen zijn. Wil je het horen? Dat dacht ik al. Komt-ie! Ijsjes, 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 ijsjes. Stel mij. Ik ben Jessica en ik wil heel graag een liedje over de woongroep. Omdat ze op school zeggen dat het daar niet leuk is. Maar het is er wel leuk, want je doet leuke dingen zoals zwemmen of naar de stad. Er is nog geen liedje over de woongroep. En ik zou het leuk vinden als er een liedje over komt. Door het hele koor gezongen. Dus wil je meer weten over de woongroep? Stem op mij. Hallo, ik ben Rachelie en ik ben 11 jaar. Ik ben slechthorend. Ik draag oorapparaten om beter te kunnen horen. Ik vind het niet leuk om slechthorend of doof te zijn. Je kan niet altijd alles goed volgen. Daarom heb ik een doventolk in de klas. Die alles vertaalt in gebarentaal wat iemand zegt. Ik zou het leuk vinden als het liedje over slechthorendheid en doofheid gaat. En daar ook gebaren in voorkomen. Dit zijn enkele gebaren. Muziek. Dansen. Oorapparaat. Leuk je te ontmoeten. Dus als je meer hierover wilt weten, stem dan op mij. Nu is het aan jou. Jij mag gaan stemmen. Kies je voor Lieke met een verhaal over de blinde geleidepup. Of misschien wel voor Esra, die de hele zomer lang ijsjes wil gaan eten.
of misschien wel Jessica met een liedje over wonen in een woongroep? Of wordt het toch Rosalie over doof en slechthorend zijn? Vet idee hoor! Ga snel naar kinderenvoorkinderen.nl en stem tot en met vrijdag op het idee dat jij het leukst vindt. In de tussentijd, check onze site. Daar is van alles te beleven. Heb je een webcam en wil je ook zingen in de karaokeclip? Ga dan naar kinderenvoorkinderen.nl. En misschien ben jij volgende week wel op televisie. Later!